jongens. Oh, nee. Hallo, goedemorgen. Het is dinsdag en we hebben een probleem hier alweer meteen. Oh. Zit je nou vast? Jola die is dus vannacht bij opa en oma slapen. Dus ik hoef haar vanochtend niet naar school te brengen. Wow, heerlijk. Dus we gaan nu vol frisheid aan deze werkdag beginnen. Even lekker knallen en aan het werk samen met Bart. Want die is ook thuis aan het werk vandaag. En we zitten nu bij elkaar op kantoor. Dus ja, aan de ene kant motiveert het mij ook wel heel erg om gewoon lekker te werken en zo. Er is iets wat ik echt heel irritant vind voelen altijd. Dat? Als je je mouw hieronder niet krijgt, pakken krijgt. En Jola die heeft dat ook. Die raakt dan altijd helemaal in paniek als ze dat heeft. Hebben jullie dat ook? Als je iets in mouw en hieronder hebt nog? Oh ja, dan raak ik helemaal in paniek. Oh. Ja, oké, okay, ik heb het tegen vrouwen. Hoe kun je me helpen? Heb je een triangle gehad? Ja, zo. Als ik dit heb gedaan. Oh, je hebt het nu ook echt. Ik ben bang dat je velletje er straks tussen zit, dat je pijn doet, schat. En ik wil je geen pijn doen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat gewoon om het benauwde. Een opgedrongen ontbijtje. Vreselijk. Goedemorgen, schatje. Nou, voor het middageten ga ik maar even snel als eerste naar beneden. Voordat Bart dingen zoals de tompoesen en zo gaat pakken, ga ik even een gezonde shake maken. En dit keer doe ik hem met heel veel antioxidanten. Want dat is heel erg goed voor een mooie huid. Want je maakt er collageen mee aan. En antioxidanten zijn mega goed tegen allerlei vormen van kanker. Dus heel erg goed voor van alles. Anyway, ik ga even een hele mooie paarse shake maken. Het heeft aan de onderkant magere yoghurt. Dan heb ik een beetje water bij gedaan, want ik wil niet dat het dik wordt. Havermout. En dan al het fruit. Ah, lekker. Oké, wat hebben we hierin? Nou, een beetje verse jus. Wortelen. Yoghurt en volgens mij iets van 5 gesneden wortelen. Wortels. Even kijken of het oranje genoeg wordt, anders moet ik er dus... Oh wacht, deze moet er ook nog bij. Sorry! Ik moet wel een beetje in een stukje snijden, want een hele wortel gaat de blender niet trekken, denk ik. Nog niet zo oranje, maar hij is wel best wel oranje. Op King's Day. Proost, op de koning. Wortel is altijd wel zoet. Ja. Ik had eigenlijk verwacht, als je zo ruikt van, maar ik vind het op zich wel lekker. Drink deze ook nog even leeg, schat. Een combinatie. Zwaar leven heb ik. Ja, dat krijg je als je de ochtend begint met afbakbroodjes. Je moet nou inhalen om in balans te blijven. Lukt het, schat? Daar ben ik dan. Pak mee uit. Nou, zoals jullie misschien wel weten, we zijn iets aan het proberen waar we dit voor gaan gebruiken. Nou ja, ik vooral. En dat is dus een ovulatietest. En eerder had ik al de ovulatietesten gebruikt van de Action. Maar die gaven elke keer zo'n heel wazig streepje dat je echt denkt van, gebeurt er nou iets of gebeurt er nou gewoon niks bij mij? En deze, die geeft gewoon echt een smiley of niks. Oh, dit is met je kan ook een licht smileytje hebben. Oh nee. Ja, die wilde je toch juist hebben met 2 hormonen, checkt die. Dus dan weet je het nog wel zekerder of zo. Lage vruchtbaarheid, hoge vruchtbaarheid of piek vruchtbaarheid. Maximaal. Oké. Wow. Ik krijg gewoon echt serieus emigreergedachtes bij dit soort temperaturen in deze tijd van het jaar. Ik voel me gewoon voor de gek gehouden. Elke keer als je buiten komt, dan denk je, wat koud. Ligt het aan mij? Vriest bijna. Ligt het aan die spierpijn? Nee, het ligt niet aan je spierpijn, want ik heb ook last. Oh, hoi, ik ben zeikvlogger. Jij bent een zeik. Ik ben een zeikvlogger. Ik zeik over alles, maar ik ben wel een positief mens, hoor. Ja, lijkt Dexie wel, die zeikt ook over alles. Over alles heen, ja. Oh, misschien kunnen we ook wel kijken voor een kleed.
Want hij heeft nu toch al een hele dag niet op het nieuwe kleed geplast. Dus we kunnen een kleed kopen. Ja, daar moeten we even goed over nadenken. Ik wil wel hoogpolig en het moet wel echt een leuk, mooi, gezellig kleed zijn. Ja. Niet zo even een uurtje aanhalen. Nee, dat is waar. We moeten binnenkort ook een keer naar de IKEA. Ik heb nog steeds een bon van de IKEA. Op zoek naar een plantenbak. Deze is echt vet leuk. Deze is zo leuk, Bart. Echt waar. Hij is heel leuk, toch? Echt superleuk. Alleen geen hoogpolig. Ja, maar dat hoeft toch ook helemaal niet? Waarom moet het per se hoogpolig? Dit is juist beter om schoon te maken. Nee, dit is heel leuk. Echt waar. Ik vind die echt heel mooi. Kijk wat een mooie kleur. Nee, dit is super mooi voor nu. In de zomer. Even kijken hoe groot die is. 1,60 bij 2,30. Hoort het wel hierbij? Want er staat anthraciet. Nee joh, dat is een schaap. En die kleur, kijk dan. Nee joh. Ja, het moet wel andere kleur zijn. Nee, ik vind... Voel dit dan eens. Voel eens. Jawel. We hebben één plank gekocht en een bus lijm om die plank vast te plakken. En dan ben ik gewoon weer mijn roze verf vergeten voor het muurtje. Een uur van onze tijd weg voor een plank en een tube lijm. Ik zeg nog 3 keer tegen jou, ik heb ook roze verf nodig. Ja, ik hoorde dat niet hoor. Echt wel? Je luistert ook nooit naar me. Nee, ik ben op de weg gelet. Nee, maar in de winkel zei ik het ook. Ja, ik ben aan het kijken voor allemaal andere dingen. Roze verf is jouw pakje aan. Roze is niet mijn ding. Nee, in een blauw vloerkleed ook niet. Nee, als het niet hoogpolig is, niet. Nee. Was de shake niet lekker? Ondankbaar. Leeg alleen wortel. Nee, het is niet alleen wortel. Het is ook. Het is ook. Hier, die waren wel zo, jongens. Oh, nee. Nee, grapje. Dat is... Zit ze gewoon. Zit je me gewoon te vergiftigen hier? Vindt ze leuk hoor, dit. Bij deze wortel, waar denk je dan aan? Vooral met dit stukje. Oh, wow, zo. Het is een beetje een kneusje. Dat haar ook. Hallo, hallo. Waarom is het nou kuifje? Oh, het grappig. Oh, jullie gaan weer sporten. Pre-workout. Ik kan echt niet meer. Ik heb zo'n spierpijn. Daar zit ik in dag 39. Heerlijk. Dat eeuwige overleg over welke spiergroep ze gaan trainen. Dinsdag chest day. Weet je, ik laat me volgen door jou. Nou, zet je schouders eronder. Borst me nat. Of maak je borst nat. Kan ook. Later. Oh ja, in Idol, Bart's Idol, Elon Musk. Zo, ik ben nog even een laatste theetje aan het maken en ik wil jullie alvast bedanken. Voor de avond. Dus ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken naar deze video. En natuurlijk wil ik jullie ook vragen om je even gratis te abonneren op het YouTube kanaal. Hier zo. Daar. Ja, dankjewel. Of naar de andere video's kijken. En anders tot morgen. Een nieuwe vlog. Doei!